Dag Janne, een eerste proficiat in ieder geval met je overwinning. Een eerste reactie voor de Beloved Misses? Ja, heel overweldigend, maar ik ben super blij. Tegen het einde had ik het eigenlijk niet meer verwacht dat ze mijn naam gingen zeggen, dus ja, ik ben echt super content, echt waar. Ja. Super hè? Zeg, wat heeft de doorslag gegeven om te winnen denk je bij de jury? Ja, ik heb echt wel enorm hard mijn best gedaan deze zomer, dus ik denk dat dat toch wel zijn rol zal gespeeld hebben uiteindelijk. Ja. En ik heb toch wel geprobeerd om toch wel genoeg uitstraling te krijgen op het podium. Dus. Wat staat er nu de volgende dagen op het programma? Vannacht blijf ik slapen in Astoria Hotel in Antwerpen en dan denk ik dat wij morgen een daguitstap hebben met de organisatie en ja, super spannend. Voor de mensen die je nog niet heel goed kennen, van waar ben je juist en hoe jong ben je? Ik ben van Boom en ik ben 23 jaar. Oké. Gaat nu volgende week school voor jou dan toch ook beginnen? Nee, ik had vorige week mijn laatste herexamen, dus eigenlijk ben ik afgestudeerd. Oké, super. En wat ga je dan worden? Marketeer, ik heb marketing gestudeerd. Dus die marketingtechnieken die zijn je ook van pas gekomen hier bij Miss Fashion? Ja, voor mijn sociale media toch wel. Welke zijn die speciale technieken die je hebt toegepast? Ja, altijd genoeg hashtags gebruiken van de misverkiezing zelf, pages, mis, gewoon van alles taggen. En dan, dan merk je dat wel dat mensen nu toch wel vinden via die hashtags ook. Welke prijzen heb je nog in de wacht gesleept? Ik heb Miss Friendship, Miss Social Media en IT-Girl van Global Fashion. Ja, en ik ga ook naar Singapore. Voor Miss Lumière, Je bent eigenlijk de meest sympathieke eigenlijk. Blijkbaar, ja. Het is wel heel leuk om te horen van de meisjes. Dan merk je toch wel dat het echt wel een leuke zomer is geweest tussen ons. Had je dat verwacht? Miss Friendship, nee. Ik kan wel zo met iedereen goed overweg, maar ik waardeer het echt enorm dat ze mij... Welke titel heb je nog? Dus ik heb Miss Friendship, Miss Social Media, Miss Lumière en IT-Girl voor Global Fashion. Ja. En dat was het denk ik. IT-Girl, oké. Zeg, Miss Social Media, wat heb je daar eigenlijk voor gedaan om Miss Social Media te worden? Als we activiteiten deden, dan heb je altijd stories van je post of iets een leuk fotootje of vlogs gemaakt en dan een link gedaan naar mijn vlogs. Dus altijd om zo'n beetje de aandacht te wekken van, vandaag heb ik die activiteit gedaan. En iedereen vond dat precies wel leuk, want ik kreeg daar wel voldoende reacties op, Oké, dat is super. En straks naar het buitenland, dat was Singapore? Ja, Singapore, klopt. Zie je dat zitten? Ja, super spannend, nog nooit geweest, dus ik zie het zeker zitten. En wanneer staat dat op het programma? Ja, ik heb eigenlijk de exacte datum nog niet gekregen, dus dat zullen we wel snel te horen krijgen, in ieder geval, ik wens je nog heel veel succes en misschien zien we later elkaar nog eens. Ja, super, dankjewel. Merci. Dank u.